Land Galjaert, move over, Martijn Krabbe, staat nu ook achter de draaitafel en is tien keer zo vermakelijk. Hij heeft opgetreden op het jubileumfeestje van de brasserie van Nicolette van Dam en de beelden wekken flink wat hilariteit op. Het lijkt een absurd uitstapje, maar dit is serieus bedoeld, hij overweegt zelfs een carrière-switch. Dit is gewoon te accent geestig, vindt oud-RTL-nieuwsjournalist Roel Gerards. 100% het beste op Twitter, door sommige x genoemd. Vandaag, schrijft hij. Volkskrant recensent Alex Mazereel is dol enthousiaste. Dit is cultureel erfgoed. During the day, he's just Martijn, working with balloons, singers and bopsics. But when the sun goes down, he's the one and only DJ Krabs. Zijn collega Laurens Verhagen, fascinerend dit. Ik blijf kijken, met en zonder geluid. Maar ik kan dit nog niet goed plaatsen, behalve dat het inderdaad cultureel erfgoed is. Ene mevrouw Merel zegt door de beelden al 24 uur van slag te zijn en muziekjournalist Atze de Vries merkt op, ik haal Martijn Krabbe en Frank Masmeijer altijd door elkaar. Onmogelijk, vervolgt ene Jeroen, hahaha. Zou je in het echt niet doen, Krabbe is een dwerg. Zo klein dat ik hem eerste keer in shop waar ik werkte niet herkende. Kwam I één keer per week 10 gram hash halen. Gedroeg zich bijna autistisch. Altijd zelfde, altijd gepast en altijd fluisterend zonder oogcontact. Zelfs in lege zaak.